Hallo, in deze video ga ik jou uitleggen waarom afvallen met diëten niet blijvend lukt en waarom hypnotherapie wel lukt en waarom dat ook een grotere kans van slagen heeft. Dat kun je doen door je brein te vergelijken als een ijsberg. Ja, een ijsberg die drijft op zee, ga ik hier achter me even tekenen. Dit is de ijsberg en dit is de zeespiegel. Die zeespiegel, dat is eigenlijk onze kritische mind. En wat daarboven zit, dat is zichtbaar en dat is ons onbewuste of ons bewuste. Schrijf er even in het wit bij. Bewuste. En dat is 4%. En wat onder water zit, dat is dus ons onderbewuste. Zeg maar onder water, onderbewust. En dat is 96% van ons zijn. Dus eigenlijk al een heel groot deel. Boven water, dat is onze wilskracht, ons denken, onze kennis, onze logica, onze reden. Dat is eigenlijk is dat onderdeel van ons bewuste. Wat onder water zit, dat is ons onbewuste. En ons onbewuste, daar liggen met name onze waarden, onze normen, onze drijfveren, eigenschappen. En daar zijn alle beelden en emoties die we in ons hele leven hebben opgedaan, opgeslagen. En dat zijn alle beelden en emoties die we bewust dan wel onbewust hebben opgeslagen. Dus stel dat jij misschien ooit een keer geopereerd bent geweest, dan zijn jouw onbewuste beelden, dus waar jij jou niet van bewust zijn geweest, die zijn toch in dat deel onder water opgeslagen. Dus een soort van grote pakhuis. Dus daar zitten je beelden en je emoties. Stel, jij bedenkt, nou, ik wil 20 kilo afvallen. Dan bedenk je dat in woorden. En je hebt kennis, hè, het is te veel, ik wil 40 kilo afvallen, of 20 kilo, ik maak er al het dubbele van. En dat zijn eigenlijk cijfers. Dat vindt hier plaats, in jouw bewuste. Dat is eigenlijk maar een heel klein deel van jouw zijn. Maar daar begrijpt jouw onbewuste, die begrijpt daar totaal niets van, want die kan niks met cijfers en die kan niks met woorden. Dus of jij nou van maat 48 naar 38 wil gaan, dat zegt jouw onbewuste niks. Wat jouw onbewuste wel wat zegt, dat zijn beelden en emoties. Hè? De stroom in de zee, die is eigenlijk die kant opgericht. Even goed tekenen. Maar jij wil net de andere kant op, want daar is jouw doel, daar is jouw streefgewicht. Maar goed, als de stroming die kant op is, ga je dat never nooit niet bereiken. Dus wat gaan wij met hypnose doen? Wij gaan in dit gedeelte, hier bij de beelden en de emoties, gaan wij de beelden, bestaande beelden en emoties en programma's die jij al hebt, gaan wij daar veranderen. Door positieve suggesties toe te voegen. Of dingen op te lossen daar. En daar werken we in het onderbewuste. En daar kom je alleen als jij in een diepe hypnose bent. Dus een diepe staat van trance. Dan kan je daar je veranderingen laten plaatsvinden. En dat is wat je met hypnose doet. Dus je maakt, hier ga je aan het werk. En je kan hier van alles bedenken. Maar dat verandert hier nooit. Dus dat is wat we eigenlijk met hypnose doen. We werken onder de waterspiegel en zorgen er daarvoor dat we de programma's veranderen, waardoor de stroming dus uiteindelijk ook verandert. Jouw stroming gaat dan die kant op. En je weet zelf, als je met de wind in de rug fietst, gaat alles veel makkelijker of sneller. Of als je met de stroom afwaarts vaart of kano, nou, dan gaat het gewoon gemakkelijk. He, geen pijntje, geen moeite, je gaat het gewoon bereiken. En dat is wat je met hypnotherapie ook doet. Dus je gaat niet meer langer tegen de stroom in. En dat maakt ook waarom jij, als je op dit niveau gaat afvallen, dus met diëten en puur op wilskracht, kan je een heel eind komen. Kan je die 20 kilo ook verliezen. Maar dan? Dan wordt het, de wilskracht wordt wat minder en je hebt het streefgewicht bereikt, je laat het los en je gaat weer met de stroom mee. Dat is dus weer die kant op en dat is weer weg van waar je was. Dus wat gaat er gebeuren? Langzamerhand
Eerst een kilo, dan een paar kilo. Langzaam sluipt het gewicht er weer op. En dat is vaak het geval met alle crashdiëten, met jojoen. Je doet het allemaal op wilskracht en dat is prima. Maar er moet iets veranderd worden aan jouw programma's. Doe je dat niet, dan zul je uiteindelijk weer terugvallen in het oude gedrag. Wat ook al goed kan ondersteunen, en daar maken we in het programma, het virtuele maagbandprogramma, ook gebruik van, maar ook in mijn online programma's, is visualiseren. Dus gaan werken met beelden die jij jou voorstelt en oproepen. En je gedachten en ook het gevoel erbij oproepen. En dat maakt ook dat je veel makkelijker met dat onderbewustzijn kan werken, omdat het onderbewustzijn ook inderdaad jouw beelden en jouw emoties begrijpt. Daar kan het wat mee. Nou, ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden van deze video. Heb je nog vragen? Mijn mailadres staat op de website. Je mag altijd een reactie achterlaten of me laten weten. Of misschien heb je nog vragen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.